En nu terug naar de Nationale Assemblée. De regering zal er streng op toezien dat de woningen van North Village in Morgenstond niet worden gekraakt. Ook wordt erop gelet dat degene aan wie een woning is toegewezen, die ook daadwerkelijk krijgt. Dat zegt president Chandrika Persat Sontoki. Wij bekijken alles op basis van integraliteit, waarbij wij als regering uitgangspunten hebben, namelijk elke Surinamer maakt aanspraak op een woning. We gaan bouwen op basis van goede inventarisatie. De woningen die allemaal daar gebouwd zijn, die zullen beschermd worden. De woningen die toegewezen zijn tijdens vorige regering, die gaan we ook beschermen. Maar we gaan wel voorkomen dat in ieder geval woningen onrechtmatig daar bewoond zullen worden, op een kracht gaan worden. Daarvoor hebben we al politiebijstand ingeroepen. Belanghebbenden van North Village hebben gisteren hun stem laten horen. Zij kunnen hun woningen niet betreden omdat die zijn aangetast door houtluizen en ook niet zijn afgebouwd. In DNA waren de meningen over deze aangelegenheid verdeeld. De coalitie was hoopvol gestemd, terwijl de oppositie nogal gereserveerd was. Staat de minister van OW en die zegt ja, maar de huizen zijn dicht bij de zee, dus die kunnen niet worden gebruikt. Bijna zullen ze moeten worden weggedozerd. Wat is het beleid? Wat gaat precies gebeuren? Want mensen leven in onzekerheid. En ik wil ook vragen, voorzitter, dat we nog een pleitpolitiek naar het door die zeggen. Niet omdat het toevallig zo is dat een goed deel van die huizen al is toegewezen, dat het zou betekenen dat het daar alleen maar gaat om NDP'ers of Beppers of mensen van HVB, ook NPS'ers, OVAP'ers. Alle Surinamers hebben het recht op een woning, hebben die toewijzing voor een belangrijk deel gehad. Een van de belangrijkste problemen die aan de orde is geweest, is inderdaad het kraken van woningen. En wij kunnen u meegeven dat wij de informatie hebben dat op dit moment vanuit de autoriteiten, vanuit de politie in ieder geval, voorzieningen worden getroffen om ervoor te zorgen dat wat dat stukje betreft, dat alles ordelijk verloopt en dat het kraken van woningen niet zal worden toegestaan. Dat is de informatie die we hebben. We hebben de mensen dat doorgegeven. Verder is het zo dat er een aantal zaken moeten worden uitgezocht en we hebben beloofd dat wij die vragen richting de regering natuurlijk zouden brengen, zodat wij natuurlijk meer duidelijkheid daarover krijgen. Maar ik kan u zeggen dat in het gesprek de mensen wel tevreden waren met de mededelingen en de informatie die wij hebben mogen uitwisselen. En van deze kant uit natuurlijk, vanuit de Nationale Assemblée, zullen we alles eraan doen om ervoor te zorgen dat zaken op een ordelijke manier verlopen. President Santoki gaf in DNA verder te kennen dat de regering bezig is structuur te brengen in de woningbouwprojecten. Die zijn overgenomen van de regering Bouterse. Te veel instituten zijn los van elkaar bezig, wat voor veel onoverzichtelijkheid zorgt.